Waarom zijn er zo weinig Twilight Princess afleveringen en Mario Maker afleveringen? Het is warm! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Maker. Missie met 100 Mario's moeilijk. Part 3. Ik ben er weer, Zelda Player 20, terug met een nieuwe aflevering. Speciaal weer, iemand die had er gevraagd in de reacties. Goed, we hebben nog 43 levens, we zitten op level 12. Ik hoop dat we dit gaan halen. En ik weet niet of jullie het op de facecam zullen zien, maar het is enorm warm. Dus ja, als mijn voorhoofd een beetje er vochtig uitziet, dan komt dat omdat het hier warm is. Dus zijn jullie daarvan op de hoogte. Nou, we gaan gewoon lekker verder. Missies met 100 Mario's, ik maak me nou wel zorgen. Misschien is het niet zo'n goed idee om dit te gaan doen met 27 graden op je snurfert. En dan kan we al hier een ventilator neergezet, maar nooit dat het ventilator geluid is. Daar word je ook niet vrolijk van. Goed, laten we maar beginnen. Yoshi Race. Ik maak me nu wel zorgen. Oké. Als de Yoshi Race is, moeten we daarboven dan iets racen? Of... Nou ja, laten we maar gewoon... Yay. Ik neem aan dat dit gewoon... Paas erop. Heb ik al iets gebroken in je spel of zo? Want als het... Nee! We hebben Yoshi nodig! Yoshi, please, kom terug. Oh, Yoshi, we krijgen je terug. Als we tegen iets zouden moeten racen, dan zou dat inderdaad iets zijn. Maar volgens mij is dit gewoon... Een Yoshi parcours of zo. Oké. Is dit gewoon proberen te racen voor een wereldrecord? Dat ging me net goed. Omhoog. Waar moet ik hier omhoog? Oké, dat is een beetje broken. Laag, hoog. Oh. Volgens mij is dit inderdaad zo'n... Oh boy. Don't like the look of that. Oh, daar is het einde. Volgens mij is dit echt zo'n run voor... Ja, probeer... Het wereldrecord halen. Ik zou niet zien hoe dit je hier kan falen. Oké, ja, ik was Yoshi even kwijt, gelukkig op het einde. Maar waarom dat deze in de hard sectie zit? Wereldrecord, ja, dat dacht ik al. Maar waarom dat die in de hard sectie... Ik heb geen flauw idee. Free win. Laten we het daar maar ophouden. Gewoon gratis level gehaald. Wat is de volgende? Woozy Land! Ik wil naar Woozy Land! Yay! Oh... Oh boy. Oh, we hebben... Oké, we hebben maar 35 seconden. 33 seconden. We moeten snel zijn. Gotta go fast. Sonic. Sonic's the name. Speed's my name. Au. Nee. Goed. We moeten snel zijn. Ik wil die extra... Oké, screw die extra hit. We hebben maar 35 seconden. Hier een extra hit. Big Mario. Ik weet niet hoe groot het level is. Doei. Oh, daar is het einde. Ik had hem gewoon in één keer bijna gehaald. Zoveel paniek alleen maar omdat je maar zo'n korte tijd hebt. Wat me eigenlijk heel erg opvalt bij de meeste levels is... ze stoppen bijna eigenlijk niks met tijdverschil of zo. 15 seconden en de... Ja, lekker belangrijk. Jongens, we zijn bijna bij het einde. Nog maar 3 levels. Of 2, 3, 14, 15 en 16. It's about timing. Wacht even. Waarom zit daar een ster? Oh boy. Um...
Weer een ster. Zie mij gaan met de banaan. Die ster is even... Ah! Lesson learned. Don't grab a star. It will kill you. It will murder your face. It will murder everybody. Pak de muntjes. Nou, de eerste ster die kan ik wel pakken. Dat kan geen kwaad. Ik bedoel, dat ding gaat weg. Dus die eerste... Wacht. Ik bedoel, de eerste ster, dat is geen enkel probleem. Die kan je gewoon pakken, maar... Bij die tweede ster raad ik dus aan om eigenlijk eventjes... Nee, ik kom terug. Hi. Oké, okay, hier moeten we wachten. Oink. En dat was dom. Kijk, zo krijgen we tenminste lekker de leventjes binnen. Oké, okay, hier wachten we op. Want hier... Waar? Hier. Timing, timing. Yes! Ik was even gewoon veel te snel met die ster. Nou ja, ik heb toch weer 3 levens erbij gekregen. Ik heb 3 levels kwijtgeraakt, 3 levels erbij gekregen. Geen losses, nog 2 levels te gaan. Ik heb nog 45 levens. I can do this. I can win this. I feel great. Dat was een Dragon Ball Z-quote, sorry daarvoor. Goed, we gaan verder. Ik heb hier een wereldrecord, maar serieus, wie geeft er iets om een wereldrecord? Ik niet. Het is veel te warm voor. Ik spuug heel mijn gamepad onder. Leuk je audio-commentaar. Ik heb de titel niet gezien. Vines on vlammenwerpers are easy to avoid. Hammer Bros on the other hand is een dick move. It's not fun. En dat was ook not fun. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle where the flamethrowers shine in my butt. Heb je zo'n vlammetje in één keer in je achterwerk zitten? Daar word je ook niet vrolijk van. Oké, okay, nou, we wachten gewoon heel eventjes. Shalali, shalala. Oké. Okay. Oh. Hoe hoog gaan die dingen eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. We gaan gewoon een beetje slim spelen. Door gewoon een heel stuk te skippen zo. Oh, Damn it, die range! Ik denk, ik skip gewoon een heel stuk, maar... Oké. Misschien beter om te focussen. Zit hier misschien een secret? Secret paddenstoel, secret mushroom, secret to everybody, secret goomba to your face. Oh, kijk uit voor die vlammenwerpers. Vlammenwerpers zijn dodelijk. Ik wil zo hoog mogelijk. Dan heb ik een beetje een angle waar dat ik alles kan dodgen. Zoals bijvoorbeeld die flamestick die mij nou gaat raken. Daas! Ik zei daas. Oh, piranha plant in mijn gezicht. Oké, okay, ik ben verder. Oké, okay, Liesbeth, blijf gewoon even onder jou. Oh. Kamix, nee. Kamix, stoute Kamix. Ik ben bang. Nee. No, nee. Nee, geen chitje. Oh, dodging skills. Oh, ik wil hier weg. Ik wil hier weg. Mag ik weg? Mag ik alsjeblieft weg? Hoe lang gaat dit door? Wikkelen, ga jij maar een stuk snel. Oh! Oké, okay, rustig aan. Rustig aan. Ik zie het gewoon hem. Oh, nee, dat wou ik niet! Weg! Oh! Oh, kom op, please, zeg maar dat dit bijna het einde is. Daar is het einde! Oh. Dat zenuwslopende, dat kan ik nou niet hebben. Het is veel te warm voor. Doe me dit niet aan. Nog 1 level. En ik heb een nieuw record, maar... Nog 1 level. Nog 1 level. 40 levens, ik weet het. Mijn gezicht staat ervoor. Deal with it. Ik heb nog 40 levens. Watch out. Final level. Oh boy. Oh, rennen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, bijna in één keer. Bijna in één go.
Oké, gewoon go, 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 no! Oké, als die twee dingen dus heel dicht op elkaar zitten, dan moet ik een grote sprong maken. Twee dingen op een groot ding. Oké, dan kan ik niet eigenlijk achter die kogels. Het is alleen een beetje verstandiger om achter die kogels te gaan zetten. En daar word ik weer geraakt door een vlammetje. Vlam in de bips, alweer. Ik denk dat dat de titel gaat worden. Vlam in de bips. Bips in vlam. Vlam, bips, bips, vlam. Oh, wat? Nee. Ik heb nog 37 levens. 36. 36 kopieën van mezelf. Weet je wat? Ik ga gewoon hier staan. Screw jullie. Screw jullie. Ja, wat doe je daar tegen? Ik kan me nou niet raken. Oké, wacht even tot de vlammetjes weg zijn. Zien jullie daar wel? Jullie staan er al op! Oh, er is een tijdslimiet! Ah, daar ga ik nog niet eens door! Je moet binnen 10 seconden hem gehaald hebben! Dan! Yes! Did I win? Net geen wereldrecord. Moustache! Dat dacht ik ook. Het zit de power of the snor. Oh mijn god. Oh Mario. Het was vast niet makkelijk om uit te vinden. Je bent echt mijn held. Dat klinkt voor geen meter in het Nederlands. En je weet het zelf ook. Oh, goed, we hebben één level geskipt. Super Mario New Land World. Die It's Possible. Die tricky jumps, die hebben we geskipt. Maar die It's Possible, die was ook heel erg moeilijk. En vergeet niet, die eerste, die tweede Japanse geloof ik. Oh mijn god, wij waren de eerste die dat hadden gecomplete. En dat was zo lastig gemaakt. Maar we hebben dus de moeilijkheid gehaald in 3 parts. En we hebben de Wii Fit trainer gehaald. Leuk. Maar nou zitten we dus met het probleem. Er is nog één ding wat we moeten gaan doen. En ik ben bang dat ik dit niet ga halen. Maar we gaan het gewoon proberen. Dus heb je nou een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En heb je een leukste level? Trouwens, dat is nog leuker om dat eigenlijk in de reacties te laten vertellen als je daar de tijd voor hebt. Maar goed, voor de volgende keer gaan we dus 6 levels op super moeilijk doen. 100 Mario's, 6 levens of 6 levels kunnen we dit halen. We zullen het zien. Ik dank jullie voor het kijken. Nog een hele fijne dag toegewenst. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. Tot dan. Doei!